verrassend en AKC gewonnen. Maar vorig jaar was dat met Scaldis ook dat ze als onderdruk begonnen zijn. En daar heeft Boekenbeek ook wel een kater aan overgehouden. En de ploeg. Ook pakken iedereen aan terug. De leiding is in de. Jo Besaier en bij Boekenberg Jolien Hertogs hier met u. Begin van de competitie. Ja, Boekenberg is verzwakt. Boekenberg is te pakken. Het zal een andere landskampioen worden dit jaar. Ja, net niet dan. Nee, ik denk het ook. Ik denk dat we met ons ploeg al bewezen hebben dat we niet zomaar 8 spelers waren vorig jaar ook niet. De mensen die er is vervangen hebben niet alleen de twee die spelen, maar ook gewoon heel het jaar door, heel het tweede heeft ook kampioen gespeeld. Het was gewoon schitterend bedoeld. We hebben gewoon heel een tijd gedomineerd. De twee spelers waren vorige week de beste twee spelers van heel onze ploeg. Het is gewoon schitterend wat een club van Boekenberg te bieden heeft. Meisje van AKC zit in een goede start om 2-2 te maken. Zullen terug. Jesse de Vreemaker zoeken. Mooie doorbraak naast. En gemist. En die ziet ook. We zijn zeer goed van start gegaan. We zijn naar hier gekomen om te winnen. En dan is 1926 niet de uitslag waar ik op gehoopt had. Kan Boekenberg langs komen? Ja. Nicky Schilders. Waardoor ze vrij kon aanleggen. En Boekenberg komt voor de eerste keer op voorsprong. 3-4. Steffi Peters. Verloor AKC 2 keer te reken van Boekenberg met liefst 9 doelpunten verschil. En bij AKC hoopt men en denkt men. Derde keer. Goede keer. En daar is het Nick Janssens die Boekenberg weer op 4-5. Oh man, dansbenen naar boven halen en dat wordt een feestje tot de middag. Het zijn we allemaal homo's, maar we hebben wel de beker, dus heel leuk. Daarvoor Duron zit bij Boekenberg. Levert daar weer een flink stukje reboundwerk af. En daar is het Jesse de Vreemaker die een penalty kan versieren. En hij brengt de stand op 8-8. De scheidsrechter zag een duwfout in de rug. Wij daarom niet. Maar Jesse de Vreemaker stoort zich daar niet aan. En hij korft 10-12. 10-13. Nee, aangeslagen ben ik niet. Ik ben zeer fier op mijn team, op hetgeen ze hebben gebracht. De eerste helft was van een zeer hoog niveau. Het was spijtig dat Boekenberg ook heel scherp was. Daardoor hebben we niet langer dan de eerste helft in de wedstrijd kunnen blijven. De tweede helft zijn we iets te slap van start gegaan. En dan krijg je de kloof en dan wordt het moeilijk natuurlijk. Voor Boekenberg. Aflegger op Saier. En goal. Mooi gespeeld. 12-14. Er is weer hoop. Sterke spelers. Pieter Jan Verbruggen van ver. Vijf seconden op de shotklok. En die valt. Lekker binnen. Stappen. Jesse de Vreemaker maakt dat af. Nee. Ze missen feitelijk zo een tweetal spitsen, echte spitsen. Zoals Boekenberg. Jannik Struijf. Ik weet niet of ze daar in de aanval van Boekenberg zo blij mee waren. Ja, daar is daarvoor Duronjik voor bekend. Raakt AKC nog aan de 20 doelpunten. 3, 2, 1. Amen en uit. Boekenberg landskampioen.
zaal kon opvallen. Het zat eraan te komen. We hadden het enigszins verwacht. We hadden meer tegenstand gehoopt, althans, van AKC. Maar zij zijn er niet in gelukt. Het feest kan overal beginnen. De Boekenbergspelers die dansen. En AKC gaat zijn spelers, zijn supporters bedanken. Een rondedansje daar bij Boekenberg. Hopelijk kunnen ze dat ook volgend jaar in januari, wanneer ze naar Budapest trekken, om tegen de zaalkampioen van Nederland meer dan waarschijnlijk nog te kunnen spelen. De eerste helft kon ik genieten van het spel van mijn ploeg. De tweede helft probeert wel naar oplossingen te zoeken, maar we vonden ze niet. En ja, dan krijg je een terechte uitslag. Ons team is ongelooflijk gegroeid als ploeg. Ik ben er echt heel fier op. Vorig jaar konden we iedereen wel individueel overklassen. En nu doen we het als team. En elke wedstrijd was er wel iemand anders belangrijk. En dat is gewoon ongelooflijk tof. En ook die betere spelers, of die spelers die aan normaal gezien heel veel scoren, die investeren heel veel in de anderen om mee aan scoren te geraken. En ze hebben daar stappen in gemaakt. En daar ben ik ontzettend fier op. Jens van Hof, het heeft niet mogen zijn, 1926. Nee, inderdaad. In eerste time, ziet er in de eerste time denk ik van de twee ploegen, 13-15 rusten, dan kan nog alles. Dan denk je van, come on, goed starten en dat zal heel belangrijk zijn. En jammer genoeg kunnen we die in tweede time dan niet volhouden. Ook de druk dat Boekenberg dan zet, is die verhoogde druk, waardoor wij in aanval heel veel tot moeilijkere kansen gaan spelen, rommeliger spel gaan spelen. Verdiensten van Boekenberg. Maar in de rust hoopte toch nog dat je er nog langer kunt gaan bij aanklampen. En dan kunnen ze het misschien wel moeilijk krijgen, omdat ze niet vaak in die situaties terechtkomen. Daarvoor, ja. De beker is waar hij moet zijn dan. Ik denk het wel, in mijn handen. Boekenberg heeft vandaag een heel seizoen gedomineerd. Ook al waren er twijfels van andere clubs en andere mensen over onze kwaliteiten, maar er een aantal zijn gestopt. Maar je ziet hoe dat Mattie en Jolien vandaag spelen, hoe dat zij de finale voor ons binnenhalen, dat is gewoon schitterend. En terecht bij ons.